Goedendag en welkom bij Privé TV. 2016 wordt een heel spannend jaar voor Joop en Janine van den Linden. De Barendse theaterkeizer en zijn vrouw gaan verhuizen. Ja, en als BN'ers dozen inpakken, dan is onze Mariette Oosterwijk er altijd als een kippen bij. Mariette, welkom. Hey. Ze gaan weg uit Baren na 18 jaar. Ja, precies. Ze laten nogal wat achter, hè? Nou, het was het voormalig zomerverblijf van de bankiersfamilie Pearson. En hier woonden ze sinds 98. En dat had toen al wat voet in de aarde. Want het telde 28 kamers, maar dat was nog niet goed genoeg. Dus er zat een park bij. En dat was deels al gesneuveld vanwege nieuwbouw. Maar er was nog een gigantisch park over. En daar heeft hij binnen een half jaar kreeg hij een vergunning om 380 bomen te kappen. Doe maar. En er ging een gevel die in de jaren 30 was aangebouwd voor het personeel, ging ook tegen de vlakte om een... Dus toen het plastic verdween van de gevel en de omwonenden dus konden toekijken, hoe het aangezicht was veranderd. Dus de schok was groot. Bonje met de buren. Bonje met de buren. Ja. We zien nu alleen de voorkant, want hij heeft het allemaal goed afgeschermd al die jaren. Ja. Maar hierachter zit ook nog van alles, hè? Klopt, tennisbaan en dat park dat hij door landschapsarchitecten heeft aangepakt. En de buren waren dus nogal verbolgen. Maar sommigen zeiden ook, wees blij dat hij geld besteedt in Nederland en niet in België. Dus, En ze kregen allemaal een kerstpakket. Zo. Vanwege de overlast. Dus het is uiteindelijk toch goed gekomen. Maar Villa Intimis werd Villa Gigantus. Ja, dat is duidelijk. En in die 18 jaar hebben ze natuurlijk hoogte- en dieptepunten beleefd, hè, hier. Ja, de kinderen zijn er opgegroeid. Ze hebben een dochter en een zoon, inmiddels van in de 20. Maar in 1999 verslechterde zijn gezondheid. Daardoor heeft hij ook Endemol verkocht. In 2000 stapte hij daaruit en heeft hij een theaterbedrijf opgericht. Dus toen ging het weer zo. Ja, 2006 een hartaanval, kan ik me herinneren. Ja, en maar heel belangrijk jaar voor het gezin en voor de hele familie hebben ze daar door. Ja, we komen zo op zijn nieuwe woonplaats, want we gaan naar Blaricum. Maar eerst nog even over dat huis, want het is al verkocht. Hè? We waren te langzaam, want het stond niet eens op Funda, toch? Ja, en daarom kunnen we niet meer binnenkijken aan de familie De Heus. Deze familie heeft dit jaar de prijs uitgereikt gekregen van het beste zakenbedrijf, familiebedrijf van 2015. Oh, hoge kring ook gelijk? Ja, door Maxima. Doe maar. Dus zij gaan nu genieten van het voormalig buitenverblijf van de familie Pearson. Kijk eens aan en misschien ook nog wat boompjes kappen. Ja. We gaan naar Blaricum, want dan moet het wat kleiner, lijkt me. Daar heeft hij ooit gewoond en daar gaat hij dus weer terug. Dat kent hij al? Dat kent hij al. En we dachten zo van het gezin is gehalveerd, hè. De kinderen zijn uitgevlogen. Nou, en het huis had 28 kamers. Nou, dat delen we dan ook even door twee. Dus we hebben gezocht naar een huis met 14 kamers en toen kwamen we op de volgende stulpjes. Och, dit is niet verkeerd. Nee. Ik zie al een camera aan de gevel. Dat Precies. is natuurlijk belangrijk, hè, als je veel geld hebt. Dus netjes zeg, 14 kamers zeg je. Ja, en het volgende stulpje ook. Dus mocht hij nog niks gevonden hebben, kijk, dit is wat liefelijker. Ik maak me een beetje zorgen om het boompje daar, aangezien hij eerder dus 380 bomen mocht kappen. Ik weet niet of deze blijft staan. Maar naar verluid heeft hij misschien ook al wat gevonden. Maar dat gaat allemaal achter de schermen. Hè? Bij die hele rijke mensen, die willen niet dat wij gaan gluren binnen. Dat was dus bij Borsato ook. Ja, klopt. Die dan ook weer in Blaricum woont. Klopt, toch? Toen ik het wist ben ik gaan googlen. Maar ja, overal was het al, deze pagina is niet meer beschikbaar. Maar hij bevindt zich in goed gezelschap, hè? Met Marco Borsato, zoals je zei. René Vroger, Gordon. Gordon die dan weer niet Marco groet of andersom. Weet nee, je Marco wel? Zegt niks tegen Gordon. Oh, ja, zegt, dat was Gordon. Het, zegt Gordon. Ja. Precies. Maar Simone Kleinsma en haar man. Guus Verstraeten, de regisseur. Ja, en heel vroeg hebben zij in één huis gewoond. Guus, Simone en Joop. Dus het is een beetje een thuiskomen. Wat heerlijk. Wanneer komen de verhuisauto's? In de zomer. En dat is wel weer jammer voor de omwonenden. Want destijds in Baarn hebben de omwonenden een kerstpakket gekregen vanwege de overlast. Maar ja, in de zomer kun je daar niet mee aankomen. Nee, misschien heb jij een alternatief. Ja, weet ik veel. Dat doe je in een kaarsje en een flesje rosé in een mandje of zo. Hè? Top idee. Of je koopt dat hele dorp. Ja, dat ben je er ook vanaf. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Mariette Oosterwijk was dat. En dit was Privé TV. Meer nieuwtjes en video's op privé.nl. Bedankt voor het kijken. Tot snel. Hoi.